Ja, een hele goede middag. Welkom vanuit het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, de Mauritskade, waar we live vandaan uitzenden. Mijn naam is Eva van Ooyen en de ruimte waar we nu in staan is het houtkabinet. Jullie kunnen achter mij, het lijken boeken, maar het zijn allemaal stukjes hout. En in eerste instantie, toen ik hoorde dat we in deze ruimte gingen opnemen en uitzenden, dacht ik, oh, we moeten naar een andere ruimte, zeker gezien het onderwerp. Want dit zijn allemaal stukjes hout, die komen vanuit destijds Nederlands-Indië, vanuit Suriname, vanuit allerlei plekken op de wereld. Is er hier een verzameling gemaakt om een zo groot, ja, zo breed mogelijk beeld te hebben van wat voor soorten houten zijn. En ik vond het gerelateerd aan het onderwerp, dacht ik, past dat wel? Want het Koninklijk Instituut voor de Tropen is destijds opgericht als Koloniaal Instituut voor de Tropen. Dat raakt natuurlijk best het onderwerp ook waar we vandaag over gaan spreken. En maar van de andere kant, het is ook goed natuurlijk om het verleden moet niet uitgewist worden. Het KIT heeft een statement afgegeven de afgelopen dagen, waarin ze ook zeggen van ja, we zijn eigenlijk ons heel erg bewust van ons verleden. En we zijn ook solidair met alle vreedzame protesten die er nu zijn in het kader van de Black Lives Matter-beweging. En we willen ook heel erg graag leren van het verleden. En we willen onze kennis en onze kunde en ons netwerk ook heel erg graag inzetten om een eerlijkere samenleving, een eerlijkere wereld te creëren. Oké, nou, so far so good. Welkom allemaal, we zijn met bijna 100 mensen, helemaal goed. Ik zag al wat bekende namen voorbij komen, met name door het hele land. Ik zag mensen uit Boksel, Eindhoven, Arnhem, uit Amsterdam, hartstikke leuk. En ook wat mensen van over de grens, dus leuk dat we met zo'n gemêleerd gezelschap zijn. De opbouw van het werk van het webinar is als volgt. Ik ga zo meteen een aantal praktische dingen even bespreken. Vervolgens zoomen we in op de actualiteit en we sluiten af met wat handvatten, wat praktische tools. En helemaal aan het einde is de ruimte om vragen te stellen. Oké, nou, in eerste instantie even iets over mezelf. Zo zie ik eruit op foto en dit is zoals ik er in het echt uitzie. Eva van Ooyen, dat zei ik net al. Ik heb een bachelor in communicatie en een master in culturele antropologie. Daarnaast heb ik de docentenopleiding maatschappijleer gedaan en momenteel train en leid ik nog veel docenten maatschappijleer op. En dat is een hele mooie combinatie, zeker gezien het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Ik werk al een aantal jaar met heel veel plezier bij het KIT voor verschillende soorten trainingen, met name in de kinderopvang, zorg, in het onderwijs. En daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Voorlezen Express, waar ik bij heel veel gezinnen thuis kom, meestal met een andere culturele achtergrond, waarin ik nou, lees en voorlees met kinderen. En dat geeft mij ook weer heel veel inzicht in hoe het is om in gezinnen te komen waar Nederlands niet de eerste taal is, maar waar kinderen wel al naar school gaan en vaak nog niet helemaal de taalmachtig zijn. En hoe nou, weerbarstig het soms is om dan toch je draai te vinden. Nou, ik vind het natuurlijk superleuk, ook als docent maatschappijleer, om over de actualiteit te gaan praten met jullie. Hoewel het onderwerp natuurlijk niet zo leuk is, maar het is wel heel belangrijk dat we het hierover hebben. En het is daarom ook heel fijn dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in dit thema en zich hebben aangemeld bij dit webinar. Nou. Ik zei net al, we zenden uit vanaf het Tropeninstituut in Amsterdam, het KIT, Koninklijk Instituut voor de Tropen. Wellicht kennen jullie het gebouw wel, ooit bij het Tropenmuseum geweest, vroeger al of recent nog. We hebben prachtige tentoonstellingen. Nou ja, er zit nog een heel mooi gebouw omheen. En er zijn op dit moment nog een aantal afdelingen, dat zijn de kennishubs of de kennisunits, die zijn bezig met projecten die te maken hebben met economische ontwikkeling, met gender, met gezondheid. En daarnaast zijn er nog wat business units, intercultural professionals, waar ik van ben. Wij geven trainingen op het gebied van culturele diversiteit, op het gebied van zaken doen, op het gebied van alles wat met cultuur en cultuurverschillen te maken heeft en een soepele samenwerking daaromtrent. Daarnaast is er een hospitality tak, waarbij nou, er is een hotel en er is een restaurant. En met de inkomsten die daar vandaan worden gegenereerd, die komen weer de andere kennisunits ten goede. Daarnaast zitten er hier in het pand bijna 50 kleine bedrijven die allemaal te maken hebben met
De Sustainable Development Goals. Dus het zijn allemaal bedrijven die op de een of andere manier bijdragen aan een betere wereld. Dus dat is onwijs gaaf om hier door de gangen te lopen en al die diversiteit aan projecten, aan initiatieven te horen, maar allemaal met als doel om de wereld beter te maken. Dus dat is een heerlijke plek om rond te lopen. Oké, praktische zaken. Ik zit hier samen met mijn collega Berke. Die zit achter de knoppen, dus die zorgt dat alles technisch goed verloopt. Waar we goed op moeten letten, er zijn een aantal, als jullie aan de zijkant kijken, dan zie je chat staan, je ziet questions staan, polls en people. Het spreekt redelijk voor zich, maar er zitten een aantal polls in dit webinar. Als ik straks een poll laat zien, nou ja, dan kunnen jullie daarin, moeten jullie even klikken op dat tabblaadje waar poll staat en dan zie je de vragen en dan kun je meestemmen. Bij questions, daar kunnen jullie je vragen in indienen. Misschien heb je nu al brandende vragen of prangende vragen, misschien gaandeweg. Zet ze daarin en aan het einde kunnen we ze doorlopen. En dan is er de optie upvote. En dat is heel interessant, want als er nou meerdere mensen zijn die zeggen, hey, die vraag die net is ingediend, die is interessant, dan kun je daarop stemmen als het ware en dan komt die bovenaan te staan. Dus dan kunnen we aan het einde in ieder geval de vragen beantwoorden die bij de meeste mensen leven. Nou, laten we meteen even oefenen. Dus als we met z'n allen nu naar het tabblad polls gaan, dan is daar de vraag... Wat vind je de grootste... daar is de vraag. In welke sector ben jij werkzaam? Het gaat al helemaal goed. Wordt onwijs goed gestemd al meteen. En als je nou aangeeft anders, dan mag je ook even in de chat zetten waar je dan werkzaam bent. Ik ben heel benieuwd naar wat voor werkveld, wat voor sector je werkzaam bent. Nou, leuk om te zien. Het is heel mooi divers ook. Veel mensen zijn werkzaam in onderwijs, kinderopvang, jeugdzorg, dat gaat redelijk gelijk op, maar ook nog een groot gedeelte anders. Dus laten we heel even in de chat kijken wat daar voorbij komt. Daar zeggen mensen jeugdpreventie bij NGO's, kinderopvang, gemeente Amsterdam. Nou, leuk. Allemaal welkom. Ik heb voorbeelden uit verschillende werkvelden, dus ik hoop jullie allemaal goed bedien. Mochten er nog vragen zijn, zet ze in de chat, dan kan ik misschien nog wat meer inzoomen. Oké. Als docent maatschappijleer ga ik dus lekker wat actualiteiten met jullie bespreken. Ik heb wat krantenkoppen meegenomen. En wat hier heel interessant aan is, we zijn nog net geen Amerika, maar de kansenongelijkheid neemt wel toe. En wat zo bijzonder is, dit is op basis van een publicatie van de CPB. Maar die is van 3 maart. Dus eigenlijk net voordat de coronacrisis losbarstte, toen was dit rapport gepubliceerd. En hier werd eigenlijk al de noodklok weer eens geluid van, hé, die kansenongelijkheid neemt toe. Het is hier een beetje geruststellend we zijn nog geen Amerika, maar eigenlijk is dit natuurlijk al heel erg. En vervolgens kwam natuurlijk corona en nam die ongelijkheid nog meer toe. En als je nou gaat inzoomen op dat onderzoek, dat CPB-onderzoek, dan had het te maken met... er zijn betere scholen, er zijn slechtere scholen. En in bepaalde wijken zijn er minder docenten of minder goede of minder ervaren docenten. De schooladviezen, onderadvisering. Maar ook zoiets als in bepaalde wijken wonen meer mensen met bijvoorbeeld geld uit het verleden al. Dus die krijgen erfenissen waar ze huizen mee kunnen kopen, waarmee ze opleidingen kunnen betalen. En dat geldt niet voor iedereen in de samenleving. En uiteindelijk leidt dat ook wel weer tot een bepaalde ongelijkheid. Dus dit was al het gegeven wat we hadden begin maart. En een beetje in die tijd is ook de Bali in Amsterdam, dit is een onderzoek vanuit Amsterdam, maar het is redelijk vergelijkbaar met andere onderzoeken die landelijk zijn afgenomen. Dit is een onderzoek wat is gedaan onder docenten, waar is gevraagd van wat zijn nou de top 10 oorzaken van kansenongelijkheid volgens de docenten, dus volgens de onderwijsprofessionals. En als je hier kijkt, dan zijn er een aantal interessante dingen. Ze zeggen natuurlijk, ja, de taalachterstand bij de ouders en de kinderen, die leidt uiteindelijk ertoe dat de kinderen met een taalachterstand in de klas komen. Ja, en dat is heel moeilijk om dat weer bij te benen.
armoedeproblematiek, migratieachtergrond. Maar eigenlijk die eerste vijf, dat zijn dingen die zitten een beetje aan de school vast. En pas aan de andere kant, dus de tweede helft, 6, 7, 8, dat heeft ook te maken met, hey, wat zouden wij als docenten, wat hebben wij nou als school aan de knop te draaien? Want uiteindelijk, kijk, dat er een armoedeproblematiek is. Aan die knoppen kun je natuurlijk niet draaien als school. Maar de bewustwording rondom onderadvisering en onderschatting van leerlingen, dat is wel een knop waar we aan kunnen draaien. Dus het is interessant om eens te kijken van, oké, waar kunnen we wat aan doen? En wat ligt binnen onze invloedssfeer? Nou, en toen kwam corona. En we hebben het natuurlijk allemaal gemerkt. We hebben gezien in het nieuws. Dat ze zeiden van, ja, eigenlijk is corona een soort vergrootglas voor bestaand onrecht dat nu ineens nog meer zichtbaar wordt. Bepaalde kinderen waren uit het zicht, waren eigenlijk niet meer bereikbaar. De veiligheid en de structuur voor bepaalde kinderen ontbrak volledig. Eigenlijk, school was voor veel kinderen toch nog een gelijkmaker en die viel ineens weg. Er was zorg over kinderen waar thuis geen Nederlands werd gesproken. Wat voor invloed dat zou hebben als ze ineens een paar maanden lang de taal niet zouden spreken. Er was zorg over middelen, het gebrek aan laptops, het gebrek aan internetverbinding. Dus vanuit verschillende gemeenten zijn er allerlei initiatieven ontplooid waar onwijs snel geschakeld werd van oké, we gaan de laptops uitleveren, we gaan de internet aansluitingen regelen, zodat die kinderen in ieder geval mee konden doen. Aan de andere kant was er ook heel veel positiviteit, dat er ineens meegekeken kon worden in huiskamers en in slaapkamers van, hey, hoe zitten ze erbij? En dat er over bepaalde gezinnen waar altijd zorg over was, dat er ineens zich wel was van, hey, misschien de middelen zijn er misschien niet, maar het voelt wel heel veilig en ze hebben het fijn met elkaar. En dat is voor heel veel onderwijsprofessionals of voor heel veel professionals ook in de jeugdzorg toch fijn geweest om ook dat te zien. Maar we moeten wel ook ons bewust zijn als je naar de Nederlandse samenleving kijkt. En ik denk dat de grote pluspunt is van de afgelopen weken, waarin we natuurlijk de demonstraties hebben gehad van de Black Lives Matter-bewegingen. Dat we ook hebben gezien dat het zichtbaar was dat er over gepraat kon worden. Rutte heeft zich erover uitgesproken. Want het racisme, discriminatie is wel degelijk een issue in Nederland. En we hebben vrij lang een beetje weg kunnen kijken, maar nu kunnen we er eigenlijk niet meer omheen. En dat heeft ook invloed op kinderen en dat heeft ook invloed op, nou ja, eigenlijk alle lagen van de samenleving. Heel extreem zichtbaar was het natuurlijk bij het etnisch profileren van de Belastingdienst, bij de kinderbijslagtoeslag. En dat is eigenlijk natuurlijk, heel, als je daarover na gaat denken, heel erg eng wat daar gebeurt, is dat willens en wetens een overheidsinstantie bepaalde gezinnen op basis van achternamen, geboorteplaatsen, extra heeft belast, gecheckt. Er zijn natuurlijk dingen gebeurd die niet door de beugel konden. En dat is, de laatste woorden staan natuurlijk nog niet over gezegd. Maar dat maakt wel zichtbaar dat als een overheidsinstantie dit kan, dan geeft dat natuurlijk voor heel veel mensen een heel onprettig gevoel. En terecht. Nou, ik haalde het net al aan. Black Lives Matter. Protesten, demonstraties, terecht dat er nu zoveel aandacht voor is. Want uiteindelijk heeft dit natuurlijk ook invloed op hoe we kijken als samenleving naar mensen met een andere culturele achtergrond, mensen met ook een andere sociaal-economische status. Het is niet altijd etnische achtergrond, het heeft ook vaak te maken met sociaal-economische omstandigheden. Maar het is goed dat er nu aandacht voor is, het is goed dat we nu stappen kunnen gaan zetten om aan de slag te gaan met hoe kunnen we er inderdaad voor gaan zorgen dat er kansengelijkheid ontstaat voor alle kinderen. Want inderdaad, ik noemde het net al, racisme is toch iets waar we lang niet over wilden praten. Dit is een artikel van One World, een van de bedrijven die hier ook in het pand zit. Platform wat probeert om duurzame, onafhankelijke journalistiek, dus verhalen te vertellen die eerder niet zo aan bod komen. En die bovenste quote die komt ook van het weekend uit de krant.
Het is natuurlijk zo in de samenleving geweest dat er heel lang dat er werd gezegd, nou ja, het valt toch allemaal wel mee. Zo erg is het toch niet en we zijn toch heel tolerant. Maar ja, als je nu een beetje de schilletjes ervan afhaalt, dan zit er toch onder de oppervlakte wel een hoop ongelijkheid. En ik denk dat dat is de winst van de afgelopen weken. We kunnen niet meer zeggen dat dat er niet is. Oké. En dit is, en dan ga ik zo meteen de stap maken naar onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Een groot onderzoek van de UvA, van het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam, in combinatie met het Helios-project, waaruit eigenlijk blijkt dat racisme letterlijk ziek maakt. Dus stelselmatige uitsluiting doet iets met mensen, uiteraard met hun mentale staat. Maar er is ook nu zichtbaar dat het in feite het activeert hetzelfde gedeelte in de hersenen, dat fysieke pijn, wat ook bij fysieke pijn zo is. Dus het doet ook echt iets in je hersenen. Stelselmatige uitsluiting heeft gevolgen voor mensen en heeft ook gevolgen voor kinderen. En dat niet serieus werd genomen, heeft het niet beter gemaakt, alleen maar erger gemaakt. En dat is, als we het nu vertalen naar kinderen, en welke invloed dit heeft op kinderen. Ik weet niet of jullie een aantal jaar geleden de documentaire Wit is ook een kleur hebben gezien van Sunny Bergman. Als je hem niet hebt gezien, ga hem absoluut kijken. Het is een enorme aanrader. Hij is gratis te zien. Als je hem googelt, dan kom je meteen op de link terecht. En in die documentaire zit een poppentest, de doltest, die ook in Amerika in de jaren 60 en de jaren 50 al in Amerika is gedaan. En heel lang hebben we gedacht, nou ja, dat is Amerika, zo is dat in Nederland helemaal niet. Voor de mensen die het niet kennen, er zijn jonge kinderen, hij is onlangs in Nederland herhaald op verschillende momenten met verschillende groepen kinderen. Jonge kinderen hebben ze aan een experiment laten deelnemen met een zwarte pop en een witte pop en die hebben ze vragen gesteld. Dus simpele vragen van welke pop is het liefste? Of welke pop krijgt het meeste straf? Welke pop is het slimst? Dus dat soort vragen. En het bizarre is, en het confronterende is, dat de meeste kinderen eigenlijk al bij de positieve kenmerken, dus welke pop is het slimst, zeiden van, nou ja, dat moet deze pop wel zijn, de witte pop. Welke pop krijgt het meeste straf? Nou, dat moet de zwarte pop wel zijn. Dus zelfs op een jonge leeftijd hadden de kinderen al een soort van beeld van hoe de maatschappij eruit zou zien. En daar zijn ze dus al in bevestigd van, nou ja, dit is bepaalde kenmerken worden vaker geassocieerd met wit. En bepaalde kenmerken worden vaker geassocieerd met zwart. En dat is als je daarover na gaat denken en ook wat voor gevolgen dat heeft voor het zelfbeeld van jonge kinderen. Dan is dat natuurlijk een heel serieus probleem. Niemand van die ouders heeft dat bewust zo tegen die kinderen gezegd, maar dat zit er dus al wel op die manier in. En het interessante was ook dat de ouders zijn ook in een aantal gevallen geïnterviewd. En de meeste ouders, de meeste witte ouders, die zeiden ook, ja, maar ik besteed geen aandacht aan racisme of ik besteed geen aandacht aan discriminatie, want ik zie geen kleur en ik wil ook dat mijn kind geen kleur ziet en ik wil ook dat het geen issue is. En toch hebben die kinderen al bepaalde beelden over wie het slimst is of wie het zwaarste straf moet krijgen. En er waren een aantal ouders die juist wel bewust zijn van, ja, ik spreek wel met mijn kind over kleur. Ik spreek wel met mijn kind over discriminatie. Want dat is er nou eenmaal. En dat waren ook de kinderen die in het onderzoek ook vaker zeiden, ja, ik kan geen antwoord geven op deze vraag, want alle kinderen zijn goed. Of alle kinderen zijn... Dus het niet over praten of het negeren, dat maakt dat bepaalde dominante stromen die er eigenlijk al zijn in de samenleving, bevestigd worden en al meteen aan kinderen worden overgegeven. Dus dat is ook iets waar we bewust wel over moeten spreken. Zeker ook met jonge kinderen. Want het zit er toch al eerder in en ze worden al bevestigd in bepaalde goeds en kwaads voordat we het doorhebben. Ja. Nou, dit zijn uiteraard wat oudere kinderboeken, oudere advertenties. Maar ik wil ze toch even laten zien. Omdat dit, als je het echt over gaat nadenken, nog helemaal niet zo heel erg oud is. En dit zijn dus
beelden die generatie op generatie op generatie heel normaal gevonden werden. Waarin wel een beeld werd geschetst van dit is goed, dit is niet goed, dit is normaal, dit is niet goed. Dit, bepaalde stereotype beelden werden continu gevoed en bevestigd. En dat duurt gewoon even voordat dat eruit is. En de vraag is dat er eigenlijk al helemaal uit? Vorig jaar is er een onderzoek gedaan door Judy Messman. En dat ging over representatie in schoolboeken. Hoe worden verschillende bevolkingsgroepen, verschillende genders in schoolboeken nu gerepresenteerd? En eigenlijk was het schokkend. Nu nog, dit is uit 2019, om te zien hoe weinig mensen van kleur, maar ook vrouwen, een bepaalde topfunctie hadden of op een bepaalde manier gerepresenteerd werden. Het was toch vaak als er in een schoolboek een directeur voorbij kwam, was het een witte man. Als het een schoonmaker voorbij was, dan was het een man met een andere culturele achtergrond. En zoals hier staat, Ahmed te vaak de Swarmaboer in een schoolboek. Het wil niet zeggen dat er geen Ahmed zijn die Swarmaboer zijn. Maar er zijn ook Ahmeds die arts zijn of rechter zijn of advocaat zijn. En het is ook belangrijk dat kinderen zich op die manier gerepresenteerd voelen in schoolboeken. Dat ze al een rolmodel kunnen hebben. Dat ze ook kunnen zien dat een vrouw minister-president kan worden. Of dat een iemand in een rolstoel iets kan bereiken. En dat is eigenlijk, zie je, als je kritisch naar schoolboeken gaat kijken, is dat nog helemaal niet het geval. Nou, deze die gaat wat meer over gender, maar ik wil hem toch even laten zien, omdat het heel erg gaat ook over representatie en stereotypen. Deze foto heb ik zelf gemaakt vorig jaar op een school in Amsterdam. Notabene, dit is de Eiplaat. En ik weet zeker dat een aantal van jullie hem ook in de school hebben hangen of ergens hebben hangen. Allemaal woorden met ei. En als je dan goed gaat kijken naar het jongetje heet Hein. Dat staat ook met een ei natuurlijk. En bij Hein staat ik ben een kei. En bij het meisje staat geen naam, maar zij dweilt en zij breidt. Zij heeft stijl haar. Ze had ook nog even iets over haar uiterlijke kenmerken. Dus dit is nog steeds iets. Je zegt, hè, is het een plaat uit 1950 of uit 1933? Nee, dit is een plaat die nog steeds op school hangt. Is het erg? Ja, eigenlijk is het wel erg als kinderen nog steeds op een bepaalde manier bepaalde vooroordelen bevestigd krijgen. Dat is iets waar we echt ook kritisch naar moeten kijken. Dus representatie matters. Het is absoluut belangrijk dat alle kinderen zich kunnen identificeren met bepaalde boeken, met bepaalde televisieafleveringen, maar ook in het maatschappelijk leven. Dat ze ook op televisie mensen zien die presentatoren zien van kleur of van een innerrolstoel, dat daar wat meer diversiteit is. Ik heb zelf een selectie gemaakt van een aantal kinderboeken. Dit is in heel veel kinderboeken, ook als je daar kritisch naar gaat kijken, zijn het toch jongetjeshelden en vaak dan nog witte jongetjeshelden. En als er al meisjes in voorkomen, dan zijn het vaak prinsesjes die op zoek zijn naar een ridder of die gered willen worden door een ridder. En tegenwoordig zijn er gelukkig ook wel wat meer boeken te vinden waarin verschillende etnische groepen worden naar voren komen, maar niet geproblematiseerd, maar gewoon als in leuk, er is iets. Het gaat over het suikerfeest of het boek Koning en Koning, dat gaat over twee koningen die verliefd worden op elkaar. Prinses Arabella is een fantastisch leuke prentenboekenreeks. En zo zijn er tegenwoordig heel veel leuke boeken waar veel meer diversiteit in naar voren komt. En het is ook superbelangrijk dat dat zichtbaar is op kinderdagverblijven in scholen. En het is voor niemand verkeerd, voor geen enkel kind verkeerd, om af en toe in de spiegel te kunnen kijken, maar af en toe ook door een raam te kunnen kijken. Dus het moet allebei. Want als ik even de stap maak naar de jeugdzorg. Uiteindelijk, als je bepaalde stereotype beelden vasthoudt. Ze worden niet op een andere manier bevestigd. Dus er komt geen ander plaatje naast te staan. Van hé, dit kan er ook aan de hand zijn. Of dit kan ook zo zijn. Dan kan dat leiden tot een bepaalde, tot bepaalde blinde vlekken. En ik heb hier een aantal krantenartikelen meegenomen.
Het eerste gaat over dyslexie bij allochtone leerlingen. Het is nog wel iets ouder artikel, want je ziet dat ze de term allochtoon gebruiken. Nou, tegenwoordig zijn het mensen met een migratieachtergrond, als je de officiële term gebruikt. Maar het onderzoek staat in ieder geval. En wat hieruit blijkt is dat kinderen die niet het Nederlands als eerste taal hebben, die worden eigenlijk vaker, daar wordt vaker van gezegd, hey, ze hebben een taalachterstand, in plaats van dat er goed wordt onderzocht of ze misschien dyslexie hebben. Nou ja, als dat niet goed wordt onderzocht, worden ze natuurlijk ook niet op de juiste manier ondersteund. Het andere artikel gaat over een stoornis bij allochtone jongeren, dat die vaak niet worden behandeld. En dat natuurlijk als een stoornis op een bepaalde leeftijd niet wordt behandeld, dan geeft dat andere problematiek op latere leeftijd. En dit zijn wel dingen waar we voor onszelf heel bewust van moeten zijn. Van wat is hier nou aan de hand? Als we een bepaald gedrag bij de ene jongere labelen als, dat is ADHD of dat is mogelijk ADHD, bij de andere, ja, dat is nou eenmaal druk gedrag, zo zijn ze nou eenmaal, daar doen we verder niks mee. En dan gaat dat natuurlijk op een gegeven moment mis. En dat zijn wel dingen dat we veel alerter op moeten zijn. Oké, we gaan weer even een poll doen, zodat jullie er weer helemaal bij zijn. Ik heb een vraag voor jullie. Wat vind je de grootste uitdaging in samenwerking met ouders en kinderen met een andere culturele achtergrond? Ik heb een aantal opties gegeven. Die lijst is uiteraard niet compleet. Maar ik ben geïnteresseerd in wat jullie denken. Dus gaan we even naar het pollscherm, het tabbladje. En dan ben ik benieuwd wat jullie resultaten zijn. En als je iets anders hebt, of als je helemaal geen probleem ervaart, dat kan natuurlijk ook. En als je iets... Ja. Een aantal mensen zeggen eigen positie. Ik ben benieuwd, wat vind je daar lastig aan? Hoe zou je dat misschien in de chat kunnen typen? Wat vind je ingewikkeld aan hoe jij daar als professional in staat? Dank voor de resultaten. Nou, dat geeft in ieder geval goed beeld. Oké, iemand kan niet deelnemen aan de polls. Leuk om jullie resultaten te zien. Dit is wat wij vaak horen. We vinden het inderdaad, de taalbarrière speelt een grote rol. Hoe ga je nou om met meertaligheid? Hoe activeer ik de oude betrokkenheid? Hoe ga ik om met verschillende opvoedstijlen? Ik vind het eigenlijk heel erg leuk en leerzaam, maar het kost me ook heel veel extra tijd. Ik heb eigenlijk altijd het idee dat ik tekortschiet. Dus op allerlei, dat geeft een beetje, dat geeft soms wat extra werkdruk ook. De communicatie kan wat dwingender zijn, ook door een taalbarrière. Als je natuurlijk maar een bepaalde woordenschat hebt, dan komt het ook vaak wat meer staccato over dan dat je... dan dat als je alle nuances van een taal kent. Als we wat meer tijd hebben in de trainingen die wat langer duren, dan hebben we de mogelijkheid om in te zoomen op al deze dingen. Ik ga er nu in vogelvlucht even doorheen. Dus als je dit een beetje samenvoegt, dan zou je kunnen zeggen, qua handvatten zou je moeten focussen op hoe kunnen we nou wat cultuursensitiever werken. Welke competenties zouden medewerkers in ieder geval moeten ontwikkelen? En daarnaast de organisatorische en praktische randvoorwaarden. En ik ga zo meteen bij al van deze drie onderwerpen even een voorbeeld geven. Oké, als je naar het cultuursensitief werken kijkt. Dingen die belangrijk zijn, vaak zijn ze wel voor de hand liggend. Maar toch gaat het vaak nog mis. Juist als er sprake is van werkdruk, juist als er sprake is van tijdsdruk, juist als er sprake is van je bent toch al een beetje onderbezet, of er is toch al je hebt te veel kindjes op de groep, of er is toch al een lerarentekort, of je hebt net een paar op een kinderdagverblijf, een paar nieuwe kinderen gekregen die helemaal nog geen Nederlands spreken. Ja, op een gegeven moment is het dan ook moeilijk om een open houding te houden. Maar toch is dit wel belangrijk, om in ieder geval steeds jezelf de vraag te stellen, hey, wat kan er nog meer aan de hand zijn dan wat ik denk dat er, dan wat ik denk dat er aan de hand is? Dus dat je los probeert te denken van die stereotype beelden. Dat je je bewust bent van je eigen culturele achtergrond. En ook hoe dit jou heeft gevormd. En wat,
Dit heeft geleid tot een bepaald referentiekader waarin je dingen normaal vindt en niet normaal en goed vindt en niet goed en gek vindt en niet gek. En als iemand net iets anders doet, dan geeft dat vaak al meteen een soort reactie van wat is hier nou aan de hand? Dus dat is heel belangrijk, dat je je daar ook bewust van bent. Daarnaast de goede ketensamenwerking, en dat is natuurlijk iets dat is onwijs veel bezuinigd in de jeugdzorg, onwijs veel druk in het onderwijs en kinderopvangorganisaties. Maar toch is die keten van die ketensamenwerking heel belangrijk. Ook om te kijken van, ja, hoe gaat het nou eigenlijk met dit gezin? En daarnaast ook, zeker als het kinderen zijn die een vluchtelingenachtergrond hebben, misschien is vluchtelingenwerk daar nog bij betrokken. En het kost allemaal tijd, maar toch zijn dit belangrijke zaken om ook te kijken van wie zitten we nog meer in het formele of informele netwerk. En ik zag het net in de chat al heel even voorbij komen. De inzet van tolken, eventueel sleutelpersonen of ervaringsdeskundigen kan wel heel erg waardevol zijn in het samenwerken. En inderdaad, ja, uiteraard zit er een kostenplaatje aan, maar we komen er zo meteen nog wel even op te spreken als we het hebben over de organisatorische randvoorwaarden. Soms is het ook, als erin geïnvesteerd wordt, gaat dat ook heel veel tijd en geld schelen. Want als de samenwerking, als bepaalde dingen goed zijn uitgesproken, dat maakt ook dat de samenwerking verder wat soepeler verloopt. Nou, dit is een vraag die we regelmatig krijgen. Van wat kan ik anders doen zodat ouders open durven of willen zijn over de zorg, over de ontwikkeling van een kind? Dus jij wil als zorgprofessional of als docent wil je graag een open gesprek hebben met ouders. En je hebt het idee dat ze eigenlijk de hakken in het zand zetten of ja, niet het achterste van hun tong laten zien. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe kan je dat doorbreken? En het is, als je het natuurlijk bekijkt vanuit een bepaald perspectief, zeg je, ja, wat gek dat ouders niet willen praten over de ontwikkeling van hun kind. Maar ik probeer er nu een ander perspectief naast te zetten. En dit is niet het enige perspectief en dat is ook niet de waarheid, maar ik wil even met jullie de gedachteoefening doen van, oké, wat kan er nog meer aan de hand zijn? De eerste stap, als het bijvoorbeeld mensen zijn die nog niet zo lang in Nederland zijn en vluchtelingenachtergrond hebben, de kans sprake zijn van trauma problematiek. Dus misschien komen ze uit Syrië of waar het extreem onveilig is geweest. Waarin er ook onveiligheid was rondom overheidsinstellingen. Onveiligheid was rondom zorginstellingen. Waarin het extreem gevaarlijk was om met instanties te praten over familieleden. Want dat kon potentieel gevaar opleveren. Als dat jouw referentiekader is, dan is het natuurlijk heel ingewikkeld om ineens nu alles open te gooien en zeggen, nou prima, ik ga wel even praten met een instantie die ik nog niet helemaal in kan schatten. Ik weet nog niet precies wat hem. Maar goed, tuurlijk, ik leg alles op tafel. Angst voor het systeem, daar een beetje mee in het verlengde. Van ja, als je nog niet helemaal weet hoe de hazen lopen, je weet nog niet helemaal hoe het werkt. Dan geeft dat natuurlijk een ongemakkelijk gevoel. En wat je wil is je kind beschermen. Dus als je nog niet helemaal het systeem kent, dan zul je daar ook niet per se heel erg voor openstaan om daarover te praten. Daarnaast zijn het, als mensen een vluchtelingenachtergrond hebben, zijn het mensen die jarenlang in een situatie zijn geweest waarin ze eigenlijk hun eigen autonomie zijn kwijtgeraakt. Ze hebben in een asielzoekerscentrum gezeten. Ze zijn in afwachting geweest van bepaalde beslissingen. Ze zijn eigenlijk hun eigen mogelijkheden om beslissingen te nemen een tijdje kwijtgeraakt. En dan is het nu heel ingewikkeld om ineens weer het heft volledig in eigen hand te nemen. En daarnaast, wanneer doe je het goed? Dus het goed willen doen, maar niet weten hoe je het goed doet. Dus de vraag van, gaat het goed met je kind? Ja, natuurlijk gaat het goed met mijn kind, want ik wil laten zien dat het goed gaat. En daarnaast speelt ook nog de taalbarrière, of de meertaligheid. En daarbij is echt, ik hoop dat daar later weer wat meer ruimte voor is om inderdaad toch die tolken beter of die sleutelpersonen beter in te zetten. Want als dat gesprek, of ook, wat natuurlijk ook kan is, mensen die meerdere talen spreken binnen je medewerkersbestand, dat helpt ook al enorm om in ieder geval die relatie goed te krijgen. Maar om even aan te geven wat voor dingen eronder kunnen liggen, wat voor zaken eronder kunnen liggen als ouders niet in eerste instantie meteen zeggen, nou,
kom maar. Ik op het eerste beste 10 minuten gesprek of op het eerste beste consult gooi ik mijn hele ziel en zaligheid op tafel. Nee, misschien zijn ze nog helemaal niet bekend met het idee jeugdzorg of met het idee 10 minuten gesprek. Ja, dan zullen ze inderdaad eerst de kat uit de boom kijken. Competenties en attitude van medewerkers. Flexibiliteit. Dat is echt, kijk, als het allemaal heel erg overzichtelijk is en iedere dag is hetzelfde. Ja, dan hebben we deze competentie niet nodig. Maar goed, in de setting waarin we nu zitten, waar extreem veel dingen veranderen, waarin je per week of per dag soms nieuwe kinderen in de klas krijgt, die weer een andere taal spreken of nog helemaal in Nederlands spreken, ja, dat vraagt wat van je. Dus je moet ook medewerkers hebben die het leuk vinden, die flexibel zijn, die daar om mee kunnen gaan, die creatief kunnen zijn in het... in de spelletjes die ze gaan doen of in het aanbod wat ze hebben. Reflectieve vaardigheden zijn heel erg belangrijk, dat je je ook af en toe reflecteert op, hey, misschien heb ik dit nu niet handig gedaan. Heb ik toch nog last van mijn eigen blinde vlekken, van mijn eigen stereotype beelden. Hey, dat zat deze interactie met deze ouders in de weg. Communicatievaardigheden. In Nederland zijn we over het algemeen natuurlijk heel direct. Zeg nou maar gewoon waar het om gaat. Recht voor zijn raap. Soms kan het handig zijn om in een interactie te kunnen switchen tussen bepaalde communicatiestijlen, je boodschap op verschillende manieren verpakken, of in ieder geval bewust zijn dat de ander de boodschap op een andere manier verpakt, die op jou dan misschien overkomt. Hè? Zijn ze nou aan het liegen? Of hè? Zijn ze nou om de hete brei ik heb geen tijd, ze zeggen helemaal niet waar het over gaat. Soms kan het al helpen als je kennis hebt van bepaalde communicatiestijlen om hier beter mee om te gaan. In de trainingen die we bieden, besteden we hier ook heel veel aandacht aan. Het vraagt ook bepaald doorzettingsvermogen. Soms is het ook twee stapjes vooruit en eentje achteruit. Twee stapjes vooruit, eentje achteruit. Want ja, het is niet, het werk kan niet altijd op de automatische piloot. Ja. En daarnaast heel erg de bewustwording van dat jij iets ziet of dat jij iets vindt. Dat hoeft de ander ook niet zo te zien. Je kan allebei gelijk hebben. Je kan allebei naar iets kijken en hetzelfde zien. Of je kan allebei naar hetzelfde kijken en iets verschillends zien. Dit plaatje kennen jullie natuurlijk wel, want je kan een eend zien of je kan een haas zien. En je hebt allebei gelijk. En zo is het ook vaak in het werken, in een setting waarin veel verschillen zijn. Dat je heel vaak allebei gelijk hebt. Alleen je bent je niet bewust van elkaars gelijk. Dus het is goed om af en toe 2, 3, 4 seconden langer na te denken van oké, wat kan hier nog meer aan de hand zijn dan wat ik denk dat er aan de hand is. Er voorbeelden daarbij is, wat ik heel vaak hoor is, wat een gek idee dat ouders, we hebben ouders uitgenodigd voor een ouderavond en ze nemen hun kinderen mee. Nou, dat doe je toch niet? Maar is dat eigenlijk wel zo raar? Als je in Nederland bent opgegroeid en opgevoed, dan is het heel logisch dat je je kinderen thuis laat op een ouderavond. Maar je kan je ook bedenken dat, hey, het is iets van school, ik ben net nieuw in Nederland, ik neem mijn kinderen mee, want het is schoolgerelateerd. En als je dan goed gaat kijken, stond het in de uitnodiging duidelijk? Nee, het stond eigenlijk niet in de uitnodiging. En eigenlijk de gedachte om je kinderen mee te nemen zou net zo logisch kunnen zijn, want in heel veel landen is het ook gewoon logisch om je kinderen mee te nemen naar een oude avond van school. Dus het kan net zo logisch zijn, alleen bij ons past dat vaak niet in ons plaatje. En daarnaast, zeker als mensen net nieuw in Nederland zijn, er zijn ook veel kennismigranten uit India, uit China, komen hier in Nederland, hebben nog totaal geen sociaal netwerk. Waar laat je je kinderen als je op school wordt uitgenodigd? Ja, dan is het logischer dat je ze meeneemt. Zoiets als oude betrokkenheid. Ben je een goede ouder als je zo snel mogelijk 's ochtends je kindje afgeeft op de kinderopvang of op school en vervolgens weer weggaat, want je wilt de professional niet in de weg zitten? Of is het goed, een betrokken ouderschap, als je zo lang mogelijk blijft hangen? Wanneer doe je het goed? En is opkomen voor je kind iets heel goed? Of is heel veel vertrouwen hebben in een professional iets heel goed? Dus het is een beetje jouw taak om, als professional, om daar niet te snel conclusies aan te verbinden. Maar ook om te kijken van wat zit hier nou onder? Wat kan hier nog meer aan de hand zijn? En ook vaak eventjes toch nog iets meer of beter uitleggen wat er verwacht wordt van ouders. Want vaak weten ze ook gewoon niet wat er verwacht wordt. Nou,
De laatste stap, de organisatorische en praktische randvoorwaarden. Dat is iets waar organisaties eigenlijk heel kritisch moeten kijken. Van, zijn wij wel sensitief in ons aanpak? Is onze intakeprocedure voor iedereen te begrijpen? Zijn de stapjes in meerdere talen? En ik zeg niet dat we alles in meerdere talen moeten doen, maar denk erover na wat je daarmee wil. Wat is jullie gedachte daarachter? Als je het op een bepaalde manier doet of op een bepaalde manier niet doet, dan betekent dat iets. Dan betekent dat ook dat bepaalde mensen het niet kunnen lezen of minder goed kunnen lezen. Zelfs met communicatiemiddelen, denk daarover na. Wie wil je bereiken? Het kan een bewuste keuze zijn. Zeg, nee, wij zijn een Nederlandse organisatie, we doen alles in het Nederlands. Maar wees je dan bewust dat bepaalde mensen het niet kunnen lezen. Diversiteit binnen het team. Ik raakte het net al eventjes aan. Dat is ook iets waar in de werving en selectie soms veel beter rekening mee gehouden kan worden. Want dat helpt uiteindelijk natuurlijk ook om een breder perspectief te hebben op opvoeding, een breder perspectief te hebben op omgaan met ouders, op ouderbetrokkenheid. In de planning rekening houden, dat is voor de hand liggende. En ook hierbij, tolks, sleutelpersonen. Vaak is het zeggen, ja, het is te duur of het kan niet, maar ik wil toch een appel doen ook op organisaties om kijk eens wat hier mogelijk is. Als je misschien ben je onderdeel van een grotere organisatie, van een grotere stichting of in een groter verband. Want vaak, er zijn ook wel subsidiemogelijkheden. Zoek dat eens uit en kijk wat er mogelijk is. Want vaak helpt één gesprek met een tolk al om het vervolgcontact veel soepeler te laten verlopen. Nou, voorbeeld. We hebben een toolkit ontwikkeld waarin we allerlei cultuursensitief materiaal hebben gedaan. Wat helpt om het contact met ouders wat soepeler te laten verlopen. En dit is een voorbeeld van een beeldend intakeformulier waar er heel veel gebruik is gemaakt van plaatjes, van pictogrammen. Als mensen weinig Nederlands spreken, om het in ieder geval te kunnen tekenen van dit hebben we afgesproken, dan en dan komt het kindje. Dit is een overdrachtsformulier waarin vaak het kindje zelf al aan het einde van de dag zegt, we hebben getekend en we hebben gekleurd en we hebben dit gedaan. Dus dit is bijvoorbeeld uit een kinderdagverblijfomgeving. Maar dat helpt al om in ieder geval, je kijkt samen naar hetzelfde en dat helpt in ieder geval voor de overdracht, waar het vaak helemaal niet zo eenvoudig is om het anders in taal uit te leggen. Nou, dit zijn eigenlijk niet hele dure interventies of hele ingewikkelde dingen, maar dit is een soort van kleine moeite, groot plezier interventie. Het helpt gewoon om het, om zowel voor het kindje, voor de ouders, als voor de pedagogische medewerker of de docent, om toch die overdracht goed te hebben. Het laatste punt wat ik wil maken, en dit is op een iets groter level, dat ligt niet bij jullie organisaties, maar er is natuurlijk nu het verzoek ook bij de overheid eigenlijk om die verplichte voorschoolse educatie voor doelgroep peuters er doorheen te krijgen, zodat in ieder geval kinderen vanaf jonge leeftijd, kinderen die nog niet het Nederlands spreken, naar een VVE-locatie gaan. En het is altijd een beetje ingewikkeld natuurlijk, zeg van ja, verplicht naar school, of verplicht al op die leeftijd. Maar er is natuurlijk nu wel heel veel onderzoek gedaan waaruit blijkt van, ja, als ze al echt al op jonge leeftijd toch die 16 uur per week, of in ieder geval goed Nederlands leren, spelenderwijs, dan voorkomt dat in ieder geval dat ze die op een basisschool aankomen en nog geen Nederlands spreken. En dan echt een valse start maken, omdat het Nederlands haast niet meer ingelopen kan worden. Als je al met een enorme achterstand begint, als je al met een beperkte woordenschat aan de start verschijnt. En dat maakt het natuurlijk wel ingewikkeld. Misschien moeten we bepaalde grote maatregelen nu nemen die niet helemaal ideaal voelen. Maar uiteindelijk op lange termijn helpt dat wel om kinderen een iets eerlijkere start te geven. Deze cartoon die vind ik daarbij heel passend. Ze zeggen, vanwege gelijke kansen krijgen jullie allemaal dezelfde stof. Klim nu maar in die boom. Dat zal voor de een wat makkelijker gaan dan voor de ander. En dat sluit een beetje aan bij de gedachte van, ja, ik behandel iedereen hetzelfde. Of ik behandel iedereen zoals ik zelf behandeld wil worden. Alleen, ja, dat is een mooie gedachte, maar sommige kinderen hebben natuurlijk toch net nog even iets meer nodig. En ik denk eigenlijk dat dat best wel ook in het DNA van heel veel pedagogische medewerkers ligt. Dat dat in het DNA van heel veel docenten en zorgverleners ligt. Maar soms is het toch dat we nu gaan nadenken, oké, hoe kunnen we nou die ongelijkheid toch nog wat meer ongedaan maken? Want
met de gedachte te zeggen, ja, ik zie geen verschillen of ik zie geen kleur. Dan gaan we nu uiteindelijk kinderen niet meer helpen. We moeten juist nu wel zeggen, ja, we zien wel de verschillen. En we gaan zorgen dat we die verschillen gaan overbruggen. Er zijn allerlei initiatieven voor. Wij hebben vanuit het KIT een aantal programma's voor pedagogische medewerkers, voor docenten, voor mensen in de jeugdzorg. Waar stap voor stap, waar we door die elementen, die drie stappen heen gaan. Dus zowel de praktische handvatten voor de organisaties, als voor de competentie voor de medewerkers, als het oefenen met het sensitief zijn, het sensitief werken. Jullie krijgen de linkjes toegestuurd. En jullie krijgen ook nog een link weer morgen, geloof ik, naar deze opname. En daar zullen we ook het een en ander mee sturen. Dan kun je het nog eens rustig doorlezen. Maar het is in ieder geval wel iets waar we nu stappen hebben te zetten met elkaar. Om te zorgen dat de kinderen die nu kinderen die nu aan de start staan van hun schoolcarrière of eigenlijk van hun leven. Dat we er de schouders onder zetten om dat meer gelijk een goede start te geven. Ik heb van jullie heel veel verteld. Ik ben heel benieuwd of jullie vragen hebben. Dus in de questions tab kunnen jullie zo meteen je vragen gaan stellen. Ik ga nog even laten zien. Dit was het vijfde webinar, of dit is het vijfde webinar. Over een paar weken hebben we het zesde webinar. En dat gaat wat meer over de invloed van COVID, dus corona, op... hoe we daarmee om zijn gegaan in verschillende landen. Dat wordt gegeven door Huibussen en Edith Punt, mijn collega's. Zij gaan in een soort vogelvlucht door een aantal landen heen en stilstaan bij, wat hebben nou bepaalde politieke beslissingen gehad, bepaalde bestuurlijke beslissingen gehad op hoe er uiteindelijk is omgegaan met COVID in bepaalde landen. Oké. Ik ga kijken naar jullie vragen. Dus brand los. Even kijken hoor. Dan moet ik ondertussen lezen en luisteren. Dat is. Oké, tot hoe laat duurt het webinar? Laat ik het zo zeggen. Het gedeelte dat ik aan het praten ben is nu klaar. Ik dank jullie ontzettend voor de aandacht. Mocht je nu geen tijd meer hebben om naar de vragen te luisteren, dan wens ik jullie een fijne avond. Ik ga vragen nu beantwoorden. Dus mocht je vragen hebben, stel ze gerust. Uiteindelijk zijn ze ook nog terug te lezen in de webinar. Of in de recording die er morgen wordt verstuurd. Is de toolkit met instrumenten ook voor ons beschikbaar? Hij is voorlopig alleen beschikbaar voor de organisaties waar we mee hebben gewerkt. Dus dat zijn een groot aantal organisaties in Amsterdam en Amstelveen. Maar we zijn nog aan het kijken hoe we dat verder kunnen gaan implementeren. Goeie vraag, Tanja. Dankjewel. De PowerPoint wordt gedeeld in de vorm van het webinar. Dus jullie krijgen de link toegestuurd. Dus dan kun je er terugkijken. En daar zit dan ook de PowerPoint-presentatie in. Hester die vraagt of wij ook samenwerkingsverbanden hebben met passend onderwijs. Er zijn op het moment heel veel initiatieven, ook goede initiatieven, ook vanuit bepaalde gemeentes. Amsterdam is heel actief. In Haarlem gebeurt er heel erg veel. Dus we zijn op het moment wel aan het kijken van waar kunnen we bij aansluiten. Of hoe kunnen we met een groter volume aan organisaties meer impact bereiken. Op dit moment is dat samenwerkingsverband nog niet. Maar we gaan er zeker naar kijken. Want we staan open voor iedere vorm van samenwerking. Wat is de huidige problematie omtrent meertaligheid in het onderwijs? Goede vraag. Het is een beetje ingewikkeld hoe het in Nederland is geregeld met meertaligheid in het onderwijs. Vroeger was het zo dat kinderen met een migratieachtergrond hadden recht op een aantal uur les in de thuistaal, zoals dat werd geheet. Dus dan kregen ze uit de klas en dan kregen ze een aantal uur Turks of een aantal uur Arabisch. Nou ja, dat is op een gegeven moment allemaal wegbezuinigd. En nu is het inderdaad een beetje, Nederlands is op heel veel scholen de eerste taal. Wat natuurlijk wel interessant is, omdat uit onderzoek blijkt wel dat juist
als kinderen les krijgen of thuis in een andere taal worden opgevoed, dat het extreem belangrijk is dat die thuistaal, die moedertaal, goed wordt aangeleerd. Dat ze daar in ieder geval zich in leren uiten. Dat ze leren om emoties onder woorden te brengen. Dat ze zinstructuren leren te maken. Dus dat, hoe dan ook, die thuistaal, dat moet de eerste taal zijn die goed aangeleerd wordt. En we zien nu ook heel vaak dat ouders dan denken van ja, ze moeten straks naar het Nederlands onderwijs. We gaan ze maar Nederlands leren. En dan leren ze Nederlands aan op een niet goede manier. Met de beste intenties. En dan vervolgens leren ze ook hun eigen thuistaal niet goed aan. Waardoor het eigenlijk een dubbele taalachterstand is. En dan is het nog moeilijker om in te halen. Want als in ieder geval maar die thuistaal goed is en de taalverwerving goed is, dan is een tweede taal leren makkelijker dan als je twee talen niet goed hebt. Dus dat zijn ook best interessante ontwikkelingen, hoe daar nu in het Nederlands onderwijs mee om wordt gegaan. Ook met Engelstalig, dubbelzijdig of tweetalige programma's. Dit zijn interessante dingen die zeker verder ontwikkeld moeten worden. Want nu is er eigenlijk nog niet zoveel aandacht voor. Of de gedachte is er wel, om erover na te denken. Maar er zijn nog geen concrete plannen of financieringen voor dit soort projecten. Even kijken. En Rida die vraagt, goede scholen, slechte scholen, is er een rol? Zo ja, welke rol speelt de verzuiling van ons scholensysteem hierin? Goeie vraag. Ik denk dat er op dit moment, dat je niet, als je echt naar de verzuiling van het schoolsysteem kijkt, dat je niet kan zeggen van, nou, het heeft te maken met bepaalde zuilen waarin het onderwijs goed geregeld is of niet goed geregeld is. Ik denk dat je nu meer kan kijken op sociaal-economisch niveau. Dus in bepaalde wijken staan bepaalde scholen waar meer middelen beschikbaar zijn of waar docenten werken met meer ervaring. En dat is denk ik ook wel de crux dat we nu moeten gaan kijken naar hoe kunnen we toch bepaalde middelen of bepaalde ervaren docenten naar bepaalde scholen gaan krijgen. Zodat je die scholen krachtiger maakt. Zodat je daar de mogelijkheid hebt om die klassen wat kleiner te maken. Zodat je de mogelijkheid hebt om de kinderen beter te begeleiden. En daar zit nu de grootste onevenwichtigheid in. Dus het zit denk ik niet zozeer aan de zuil. Het zit meer aan de sociaal-economische structuur van zo'n wijk. En ik moet zeggen, er zijn echt hoopvolle projecten ook in de gemeente Amsterdam. Dat is echt wel focus op dit moment. Omdat ze ook wel zien van hoe problematisch het anders wordt nu weer voor een generatie jonge kinderen. Even kijken, Desiree. Hoe kunnen we Turkse ouders die goed Nederlands spreken verleiden om ook Nederlands met de kinderen te spreken? Als we namelijk veel Turkse kinderen op de groep hebben, dan is het bijna onbegonnen werk om Nederlands te leren. Ze praten ook Turks met ons en mondjesmaat Nederlands. Oké, dat is een interessante vraag. Dus als ik het goed begrijp, dan zijn er dus Turkse ouders die hier waarschijnlijk ook zijn geboren, zijn geworteld, zijn volledig tweetalig, maar ze spreken Turks met hun kinderen. Ja, kijk. Vanuit ontwikkelingsperspectief is het natuurlijk heel interessant dat kinderen twee talen leren al van jongs af aan. Dus voor de ontwikkeling van hun hersenen, extreem goed als je meerdere talen leert als kind. Er worden andere verbindingen aangemaakt, misschien dat de taalontwikkeling wat langzamer gaat. Maar uiteindelijk hebben ze daar baat bij. Ik snap dat het ingewikkeld is dat op de groep, dat ze dan allemaal Turks met elkaar spreken. En dat je dan denkt, ja, hoe kan het nou? Ze kunnen toch thuis gewoon goed Nederlands leren. Maar ik snap ook wel vanuit het perspectief van de ouders dat zegt, nou ja, dat Nederlands leren ze toch wel. Laten we ze in ieder geval wel Turks meegeven. Het is een ingewikkelde vraag. Maar ik hoop dat ze uiteindelijk genoeg ook door jullie op de groep begeleid worden om dat Nederlands ook op te pikken. Maar ja, het maakt het natuurlijk lastig als echt al met als het leidt tot een taalachterstand en waardoor ze met een taalachterstand in groep 1 aankomen. Goede vraag. Maar op zich, de meertaligheid bevorderen is altijd goed. En ook, kijk, het heeft bij ons ook vaak een negatieve lading. Ze spreken nog geen
niet volledig Nederlands. Of niet, ze hebben niet de woordenschatten die een Nederlands kind van 3 moet hebben. Of een, maar van de Ankas, ze spreken wel 2 talen. En vaak benadrukt ook wel vanuit de negatieve hoek van ja, ze spreken nog niet genoeg Nederlands. Hè, maar ze spreken wel foutloos Turks. Dus ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als je beide talen kan vasthouden en volledig kan beheersen. Zijn er nog meer vragen? Even kijken, volgens mij hebben ze gehad. Nou, mochten er nog prangende vragen zijn, dan zien we dat zo meteen en dan gaan we daar nog op antwoorden. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Jullie krijgen in ieder geval dan nog de PowerPoint en de recording opgestuurd. En ook de brochure sturen wij mee. Mochten jullie nog vragen hebben of reacties, dan horen we het ontzettend graag. En ik wens jullie een hele fijne avond. Ook namens Berke die hier zit en de collega's van het team. Dus wellicht tot ziens en fijne avond.